Het traangas is niet speciaal binnengehaald om te gebruiken bij protestacties. Het behoort tot de standaard uitrusting van de gewapende machten. Dit zegt justitieminister Kenneth Amoksi vanmorgen voor de raadsvergadering. De bewindsman is van mening dat de geluiden over opzettelijke aanschaf van traangas om actievoerders af te weren onterecht zijn. Ik heb ook eerder aangegeven dat traangas standaard uitrusten is van de politie. Toch wereldwijd, net hoe u een pistool, een vuurwapen zou kopen voor de politie en munitie, net zo. Zo is het ook bij het aanschaffen van traangas. Ik heb ook aangegeven dat we ook uitdagingen hebben bij de grootmaatschappijen. Laat me het beetje bij de naam noemen. Ook daar hebben we uitdagingen. De mijnen worden bijvoorbeeld bezet. Ook daar wordt eventueel traangas ingezet. Amoksi zegt verder dat de gewapende machten te maken hebben met grote uitdagingen. Daarom moeten ze goed uitgerust zijn en daar hoort traangas bij. De bewindsman zegt dat actievoerders zich niet ongerust hoeven te maken, zolang zij zich aan de regels houden. De kwaadsprekerij via diverse kanalen in de richting van de autoriteiten is volgens Amoksi helemaal onterecht.